Wij zijn een van de grootste zelfstandige wasserijen in Nederland en wij verzorgen textiel in de gezondheidszorg. Op de afdeling dienstkleding verwerken wij ongeveer 250.000 kledingstukken per week. Om het werk voor onze medewerkers prettiger en gezonder te maken, zijn wij altijd op zoek naar verbeteringen. Daarnaast proberen wij ons werk altijd beter en slimmer te doen. Met deze gedachte hebben wij contact gezocht met onze leveranciers en zo is het idee van de robot ontstaan. In de periode van 2 jaar is het idee van een robot daadwerkelijk omgezet in een inbedrijfsname zoals die nu staat. We hebben bewust gekozen voor het beladen aan 1 zijde van de robot om zo de lessons learned mee te nemen naar fase 2 van het robotproject. DBM Industrial is een jong en innovatief bedrijf. Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden robotinstallaties. Wij bedenken robotinstallaties die het zware en repeterende werk kunnen uitvoeren. Wij hebben naar aanleiding van een vraag vanuit Rentex een robotinstallatie ontworpen die in staat is om hangende kleding in containers te beladen. Tijdens het ontwerptraject was DBM leading in het ontwerpen van de totaallayout en het afstemmen van de hard- en softwarematige interface tussen de robot, Jensen, Movex en ABS. De robot is de spin in het web die alle installaties met elkaar verbindt om iedere dag 55.000 kledingstukken in containers te beladen. Ik kijk terug op een zeer succesvol project waarin we samen met Rentex en alle leveranciers een fantastisch nieuw en innovatieve robotoplossing hebben gerealiseerd. Jensen Groep is een internationaal bedrijf, leverancier en producent van wasserijapparatuur. Wij zijn wereldwijd actief met op verschillende continenten fabrieken en in diverse landen sales- en servicecenters. Wij zijn trots om leverancier te mogen zijn van Rentex bij dit automatiseringsproject. Dit is een deel van onze portfolio, Metricom, het transporteren, drogen en sorteren van kleding. ABS levert het absoluut ERP-softwaresysteem aan wasserijen en textielverhuurbedrijven. Met zo'n 750 klanten zijn wij de grootste wasserijautomatiseerder ter wereld. In dit project is de Absolute Database de centrale schakel tussen alle betrokken partijen. Het Jensen sorteersysteem maakt gebruik van de kledinginformatie in onze database en ook de sorteerdefinities per klant zijn hierin vastgelegd. De DBM-robot moet weten welke kledingstukken het Jensen sorteersysteem klaar heeft om gepikt te worden. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt voor de dikte die is ingesteld per artikel. De containers die door Movex worden aangeboden aan de pickingrobot zijn voorzien van een QR-code. Ook deze QR-code bevindt zich in de Absolute Database. Aan het einde van het proces print Absolute de afleverbon per container. Hierdoor kan Rentex hun klant factureren voor de geleverde goederen. Movex is de specialist in het verplaatsen van zwaarrollend materiaal met behulp van Smart Electric Turks gebouwd in Veenendaal. In 2020 startte Rentex met 8 AGV-machines. Deze zorgen ervoor dat er meer veiligheid is, efficiëntie en structuur. Na deze primeur van 8 AGV's kregen we al snel het verzoek om mee te denken om het verwerken van het hanggoed te automatiseren. Dit met behulp van AGV en een robotarm. Het doel van de AGV is om 4 rolcontainers aan te leveren in de robotcel. Deze wordt volledig automatisch beladen door de robotarm. De AGV rijdt met een treintje van 4 rolcontainers de robotcel binnen. Van daaruit levert de robotarm schone wasgoed aan en belaadt de rolcontainers, welke vervolgens stap voor stap door de robotcel heen gaan. Door de introductie van de robot is er ergonomisch voor onze mensen veel verbeterd. We kunnen onze containers daarmee optimaal beladen en beschikken daarmee over veel data waarmee we onze dienstverlening kunnen optimaliseren. De robot is in gebruik genomen aan 1 zijde, waarin we ruim de tijd hebben genomen om alles goed te fine-tunen. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met alle andere leveranciers van dit project en zijn nu wel weer bezig op naar fase 2.